Op de huishoudbeurs was te zien hoe die huizen moesten worden ingericht. In steeds meer Nederlandse gezinnen doet de koelkast zijn intrede. Dit is een geheel nieuw type met draaiende rekken, waardoor ten volle van de opbergruimte geprofiteerd kan worden. Voor kleinbehuisden is er een wandkoelkast met een inhoud van 126 liter die geen verlies geeft van aanrecht of vloeroppervlakte. De droomkeuken van elke huisvrouw is ook op deze huishoudbeurs te zien. Talrijke snufjes op huishoudelijk gebied hebben er een plaatsje in gevonden en wel zo dat alles niet meer dan een minimum aan ruimte inneemt. Een handig hulpje bij de was is een wringer die met zuignappen aan de muur wordt bevestigd. Het hele geval weegt nog geen 3 pond, is een Belgische vinding en kost iets meer dan 28 gulden. Een nieuw soort blikopener voorkomt zowel de bezeerde vingers als de lelijke woorden die zo vaak aan het nuttigen van conserven voorafgaan. Kosten, met deksel, magneet en al, ruim 11 gulden. Ook de kampeerders werden van de nieuwste snufjes voorzien. Zoals deze trappeldouche. Het was een van de attracties van de tentoonstelling Goed Kamp, waar ook een caravan getoond werd met een los dak. Dat dak kon worden gebruikt als bootje. En toen begon het te regenen. Het is nu al bijna zeker dat de zomer van 1956 de geschiedenis zal ingaan als de miserabelste winter sinds 100 jaar. Slechts weinigen kunnen terugzien op een geslaagde vakantie in eigen land. Tot die gelukkigen behoort zeker de man die samen met zijn vrouw midden in de natte mousson een huisje huurde. En een hoogtezon. En al regende het dan ook dag in dag uit pijpenstelen, mevrouw werd toch mooi bruin. En meneer lachte in zijn vuistje. Wat zeg ik, hij was door het dolle heen. De regenverzekering dekte de schade van een vakantie die in het water was gevallen.